Goedendag, mijn naam is Michael Ruimerman en ik ben arts- klinisch farmacoloog in het Amsterdam-UMC. En namens Recipe Pharmacotherapie bieden wij deze collegereeks aan over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten. En vandaag deel 1, antihypertensiva. In dit overzicht kunt u uh, de inhoudsopgave van de hele collegereeks zien en ziet u dat we starten met deel 1, antihypertensiva. Als we kijken naar de verschillende groepen die binnen de antihypertensiva vallen, dan kunnen we spreken eigenlijk over vijf grote groepen. In eerste instantie de E-schermers of de receptor receptorantagonisten, ook al de A, de beta-blokkers in de B, de calcium-antagonisten in de C en de diuretica in de D. Daarnaast hebben we nog een overige groep, waar onder andere de alfa-blokkers, remmers en centraal werkende antihypertensiva in vallen. De A en de B worden ook wel de raasremmers genoemd. Dit heeft met name ermee te maken dat deze geneesmiddelen voor het grootste gedeelte hun werking uitoefenen door het remmen van het raasysteem. De C en de D zijn de non-raasremmers, omdat deze eh, via een ander mechanisme de bloeddruk verlagen. Als we eerst eens gaan kijken naar de eerste groep, en eh, de eerste geneesmiddelen binnen dit eerste groep zijn dat de e-remmers. Deze geneesmiddelen zijn te erkennen aan dat ze. hun stofnaam eindigt op pril, zoals lisinopril en enenopril. De E-schermers werken door het remmen van ees, zoals uw naam al zegt. Ze zijn daarbij heel erg belangrijk in de behandeling van hypertensie. Dat zullen we zo in wat meer detail gaan bekijken. Vervolgens zorgen die e-schermers ook ervoor dat het afvoerende bloedvat na de nier open zal staan, wat zou kunnen leiden tot nefroprotectie. Ook hier zullen we zo naar kijken. Daarnaast zien we dat e-schermers ook een belangrijke rol spelen naar bijvoorbeeld een myocardinfarct, waarbij ze de remodeling van de hartspier eh, remmen. En dat ze ook een belangrijke rol spelen in het verlagen van de arfteloot, onder andere ook bij een myocardinfarct en hartfalen. Bijwerkingen van e-schermers zijn met name een reversibele afname van de nierfunctie, hyperkaliëmie, en anafylactoïde reacties en kriebelhoest. e moet je liever niet geven bij patiënten die al bekend zijn met overgevoeligheidsreacties en bij patiënten met preterminaal nierfalen. e interacteren met NSAID's, waardoor een nierfunctieverlies kan ontstaan, en interacteren met overige bloeddrukverlagers, waardoor hypotensie of hypotensie kan ontstaan. De tweede geneesmiddelen binnen deze A-groep en de angiotisine-2-receptorblokkers. Deze zijn te herkennen aan de stofnaam die eindigt op artan, zoals bijvoorbeeld losartan en valsartan. Ook deze geneesmiddelen werken op dezelfde manier als de E-schermers, alleen nu remmen ze niet ACE, maar één stapje later in het RAASysteem, namelijk angiotisine-2. Deze middelen hebben invloed op de hypertensie, zijn nefroprotectief, en hebben een belangrijke rol bij hartfalen. De bijwerkingen van deze geneesmiddelen zijn ook vergelijkbaar met e-schemmers. Ze geven ook een achteruitgang van de nierfunctie die tijdelijk is, een hyperkaliemie, maar deze middelen geven geen anafalactoïde reacties en ook geen kriebehoest. Ook hier zijn de contraindicaties en interacties hetzelfde als bij e-schemmers. Hier ziet u het RAAS systeem. Het RAAS systeem. Het renine-angiotysine-aldosteronsysteem begint bij renine. Renine wordt in de nier gemaakt en staat onder invloed van een verminderde renale perfusie en de sympathicus. Dus wanneer de sympathicus aangaat of er een verminderde renale perfusie is, zal renine worden afgegeven. Renine zorgt er vervolgens voor dat angiotensine geen omgezet wordt in angiotensine 1 Angiotesine 1 wordt vervolgens door ACE... Omgezet in angiotensine 2, en met name angiotensine 2, heeft belangrijke effecten op de bloeddruk. Zoals het verhogen van de sympathische activiteit, het terugreserveren van bijvoorbeeld natrium, waarmee ook vocht wordt vastgehouden, aldosteronsecretie, constrictie van arteriën en ADH-secretie, wat onder andere ook zorgt dat je minder gaat uitplassen. In deze dia ziet u ook waar de geneesmiddelen dan vervolgens op ingrijpen. E-schemmers grijpen aan op het maken van ACE. De ARB's grijpen heel specifiek aan dat angiotensine 2 niet kan gaan zitten op de angiotensine-receptorblokken-receptor. -receptor. En de beta-blokker die remt onder andere de afgifte van renine. Een tweede aspect wat belangrijk is bij de E-schemmers is dat ze dus een invloed hebben op de, op de nieren. Net als bijvoorbeeld de NSAID's. Hier ziet u een dia, waarbij je aan de linkerkant het, afvoer, het, het afferente bloedvat ziet, ook wel het aanvoerende bloedvat. En aan de rechterkant het efferente bloedvat, ook wel het afvoerende bloedvat. Het aanvoerende bloedvat staat onder invloed van prostaglandines. En prostaglandines zullen ervoor zorgen dat het aanvoerende bloedvat open gaat staan. Bij meer prostaglandines gaat hij open, bij minder prostaglandines gaat hij dicht. En de CID's, dat prostaglandine remmers zijn, zullen er dus voor zorgen dat het aanvoerende bloedvat dicht gaat staan. Als we kijken naar het afvoerende bloedvat, dan staat dat onder invloed van onder andere angiotensine 2. Angiotosine 2 zal ervoor zorgen dat het afvoerende bloedvat relatief dicht gaat. E-schemmers of angiotosine receptorblokkers zullen het tegenovergestelde bewerkstelligen en zorgen ervoor dat het afvoerende bloedvat open gaat staan. Dit principe is heel erg belangrijk en met name wanneer patiënten al een slechte nierfunctie hebben en een NSID en een ACE of ARB zullen starten, dan zal die nierfunctie door dit effect sterk kunnen verminderen. Naast de A-groep hebben we de B-groep, de beta-blokkers, die te herkennen zijn aan de stofnamen die eindigt op lol, zoals bijvoorbeeld metoprolol en athenolol. Binnen de beta-blokkers onderscheiden we twee belangrijke groepen. De selectieve beta-blokkers en de niet-selectieve beta-blokkers. De selectieve beta-blokkers antagoneren voornamelijk de B1-receptoren in de hart en in het nier. De niet-selectieve beta-blokkers antagoneren zowel de B1- en de B2-receptoren. Veel voorkomende bijwerkingen van beta-blokkers zijn een verminderde inspanningstolerantie, iemand kan dus bijvoorbeeld minder goed naar de bus toe rennen, Kortstatie, hypotensie en een bradycardie. Met name patiënten met, asma, met bestaande astma of COPD moeten opletten omdat beta ook wel eens astmatische klachten kunnen uitlokken. Patiënten kunnen koude vingers en tenen krijgen uh, en uh, ernstigere doorbloedingstoornissen. Van met name lipofiele beta kunnen patiënten ook nog levendige dromen krijgen. En daarnaast zien we dat beta ook. Een hypoglykemie kunnen geven of kunnen verergeren en met name ook een maskering kunnen geven van die hypoglykemie. Het is namelijk zo dat patiënten die een hypoglykemie ervaren het sympathische systeem aanzetten, wat er onder andere voor zorgt dat je de klachten ervaart van een hypoglykemie, zoals bijvoorbeeld zweten en een tachycardie. Maar die beta-blokkers, omdat het sympathicusblokkers zijn, zullen ze deze symptomen maskeren, onderdrukken. Daarnaast weten we ook dat het sympathische systeem een belangrijke rol speelt bij het weer verhogen van de glucose in de, uh, in, in de bloedsomloop. En ook beta remmen dat systeem. Contra-indicaties van beta zijn met name geleidingstoornissen, zoals bijvoorbeeld een hooggradig AV-blok. En we moeten opletten met beta bij patiënten met ernstig astma en soms ook COPD. Andere contra-indicaties zijn patiënten die ernstig gestoorde perifere doorbloedingstoornissen hebben, omdat die beta-blokkers dus ook op sommige plekken vasoconstrictie kunnen geven, waardoor de gestoorde perifere doorbloeding nog erger gaat worden. Beta-blokkers hebben ook veel interacties, onder andere met andere hartslagverlagende middelen, ook wel negatief chronotrope geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld de non-dihydropyridine calciumantagonisten. We het zo over zullen hebben en de digoxine. Daarnaast hebben beta-blokkers met andere bloeddrukverlagers interacties waardoor ze elkaars effect versterken en hebben ze dus interacties met antidiabetica die hypoglykemie kunnen veroorzaken. Antidiabetica zoals bijvoorbeeld metformine, die geen hypoglycamie veroorzaken, is deze interactie niet van toepassing, niet klinisch relevant. Als we kijken waar de beta-receptoren in het lichaam zich ophouden, dan zien we dat die B1-receptoren zich met name in het hart en in de nieren bevinden. De B2-receptoren bevinden zich met name in de longen en in de kleine bloedvaten. Wanneer we de B1-receptoren stimuleren, zien we dat er in het hart een toename is van de hartfrequentie, in de nier een activatie van het RAAS-systeem en daarmee een stijging van de bloeddruk. En zien we dat de B2-receptoren stimulatie met name bronchusverwijding geven. Dit uh, gegeven gebruiken we dan bijvoorbeeld ook uh, bij het geven van, uh, van geneesmiddelen bij uh, astma. Uh, bijvoorbeeld de, de fentolin of de salbitomol. Die ook zorgt voor de bronchusverwijding omdat het een B2-receptor stimulatie geeft. De B2-receptor stimulatie geeft ook uh, bloedvat, uh, bloedvatverwijding. Waardoor er een lagere bloeddruk kan optreden. Beta-blokkers stimuleren dus niet de B1- en de B2-receptoren, maar blokkeren ze juist, zoals de naam al zegt. En dan zien we wat er gebeurt. In het hart zien we een afname van de hartfrequentie. In de nier zien we een remming van het RAAS-systeem, waardoor een daling van de bloeddruk kan optreden. En in de longen zien we bronchoconstrictie. En in de kleine bloedvaten zien we vasoconstrictie. Hier zien jullie al het uh, beta-blokkers nog eens op een rijtje in de eerste kolom, met daarbij alle farmacokinetische parameters erachter. In de eerste kolom de halfwaardetijd... waar dus een groot verschil zit tussen bijvoorbeeld uh, de metoprolol en bijvoorbeeld de bisoprolol, zien we hoe lipofiel de beta-blokkers zijn. Ik zei al, hoe lipofieler, hoe meer nachtmerries, maar lipofiele beta-blokkers werken bijvoorbeeld wel weer beter voor migraine. In de, derde, of in de vierde kolom zien we dan eigenlijk of de beta selectief is voor B1 of zowel B1 als b 2 receptoren blokkeert. Van alle selectieve beta staat ook een gemiddelde dosering beschreven, waarvan de maximale, waarvan de dosering nog selectief is. Dit is wel heel erg verschillend per patiënt. De ene patiënt zal al selectiviteit verliezen bij een, uh, een lagere dosering en een andere patiënt zal bij een hogere dosering pas selectiviteit verliezen. En in de laatste kolom ziet u ook dat met name de labetalol ook een alfa-blokker is, naast dat het een beta-blokker is. Hier zullen we zo op terugkomen. De derde groep betreft de calcium antagonisten. En ook deze kan je opdelen in twee groepen. De dihydropyridines, die eindigen op dipine. Livedipine en Amlodipine en de non-dihydropyridine calciumantagonisten, ook wel de verapamil en de TSM. Als we kijken naar de werking van deze geneesmiddelen, zien we dat de dihydropyridines met name de L-type calciumkanalen in de vaatwand blokkeren. De non dihydropiridine blokkeren vooral de calciumkanalen in het hart. Dit onderscheid is van groot belang. De dihydropyridines zijn dus met name voor geneesmiddelen die gegeven worden voor verhoogde bloeddruk. De non-dihydropyridines zijn met name geneesmiddelen die gegeven worden voor cardiale aandoeningen. Hier zullen we zo iets, meer op iets later op inzoomen. Als we kijken naar de bijwerkingen zien we dat beide type calciumantagonisten duizeligheid en orthostatische hypotensie zullen geven. Dit komt omdat ze allebei aangrijpen op de calciumkanalen in het hart of in de vaatwand en daarmee dat de, uh, ja, de, de, uh, de bloeddruk sterk kan dalen, waarmee je deze klachten zou kunnen krijgen. De dihydropiridines geven verder nog uh, met name periferoedem, omdat de calciumkanalen in de vaatwand open gaan staan en de vocht kan lekken. En uh, als deze symptomen optreden in bijvoorbeeld het gezicht, dan zien we dat mensen gaan blozen of hoofdpijn kunnen krijgen. De non-dihydropiridine geven met name een verminderde inspanningstolerantie. Vergelijkbaar bijvoorbeeld met een beta-blokker, omdat ze ook de hartslag verlagen. En ook dat is weer een bijwerking van die non-dihydropiridine. Verrepameel is daar nog, in, uh, nog iets vreemder in, in dat ze bijvoorbeeld ook obstipatie kunnen veroorzaken. Contraindicaties zijn er met name voor de non-dihydropiridines en zijn met name geleidingstoornissen en patiënten met hartfalen. Interacties voor calciumantagonisten zijn onder andere met andere bloeddrukverlagers, omdat ze elkaar stimuleren. En met name de dihydropyridines moeten we opletten, omdat die dihydropyridines een substraat zijn voor uh, cytochroom P450-cip enzym 3A4. Wat we hierin zien is dat uh, de dihydropyridines dus omgezet moeten worden door 3A4, waardoor het cyp 3A4-enzym als het gelijktijdig met een ander geneesmiddel wordt gebruikt, dat ook door 3A4 wordt omgezet, iets minder snel is. De combinatie van bijvoorbeeld amlodipine en simfastatine, wat beide uh, door CYP3A4 moeten worden omgezet, zie je dat de spiegels van beide iets verhoogt. Het is vaak niet klinisch relevant, um, maar wanneer er meerdere geneesmiddelen gebruikt worden die het cyp enzym nodig hebben, kan dit wel relevant worden. De non dihydropiridines geven echter veel vaker interacties, onder andere met andere hartslagverlagende medicatie, zoals beta blokkers en digoxine, en zijn deze geneesmiddelen ook echte matige tot ernstige remmers van het CYP3A4. Deze middelen zorgen ervoor, dus dat het CYP3A4-enzym minder goed werkt, waardoor bijvoorbeeld cholesterolverlagers, statines, al minder goed kunnen worden omgezet, waardoor de spiegel van het statine Sterk zou kunnen stijgen, met alle bijwerkingen eh, ten gevolge. Als we dan iets meer in gaan zoomen, zien we dus dat die dihydropyridines met name aangrijpen op de calciumkanalen in de arteriële vaatwand en daarmee de bloeddrukverlaging geven. In veel mindere mate geven ze een verlaging van de pompweerstand in het hart. Deze middelen zijn dus met name bedoeld voor, voor indicaties zoals hypertensie en angina pectoris. Aan de andere kant zien we de non dihydropiridine calcium Deze geneesmiddelen grijpen in hele kleine mate aan op de calciumkanalen in de arteriële vaatwand, maar grijpen ze een veel belangrijker factor aan op de calciumkanalen in de hartspier. Daarbij zijn ze negatief inotroop, gonartroop en dromatroop. Wat betekent dat ze uh, mindere hartkracht geven, verminderde hartfrequentie en ook de intracardiale uh, geleiding wordt minder. Deze middelen zijn met name bedoeld voor patiënten met ritmestoornissen en ook voor patiënten met angina pectoris. In de D-groep vinden we de thiazide diuretica. En het is u goed te beseffen dat ik in het bijzonder zeg de thiazide diuretica. We hebben het hier dus niet over kalimsparende of lis diuretica. De thiazide diuretica zijn iets minder makkelijk te herkennen aan hun stofnaam. De drie belangrijkste die in Nederland worden voorgeschreven zijn de hydrochloorthiazide, en de thiazide-achtige, zoals chlortalidon en indapamide. Deze geneesmiddelen werken doordat ze de natrium-chlortransporter in de distale tubulus ver, uh, blokkeren. En daarmee zorgen dat er eigenlijk meer natrium wordt uitgeplast. Daarbij zien we dat het belangrijkste effect van deze thiazide-diuretica een de vasculaire remodeling is. Wat uiteindelijk leidt tot een verlaging van de perifere vaatweerstand. zal ik u in een volgende dia iets meer op inzoomen. De belangrijkste bijwerkingen van de thiazide-diuretica zijn elektrolytstoornissen, waarbij je met name minder van het elektrolyt zal krijgen omdat we deze verliezen in de urine. Zoals bijvoorbeeld een hyponatriëmie, een hypokaliëmie, een hypomagnesiëmie of een hypocalciëmie. Daarnaast zien we met name bij ouderen. In de zomer uh, veel uh, bijwerkingen die te maken hebben met dehydratie of een verminderde nierfunctie, die met name pre-renaal wordt veroorzaakt. Ook deze thiazide diuretica kunnen frequent aanleiding geven tot orthostatische hypotensie. Een belangrijke contraindicatie is dan ook patiënten die zijn uitgedroogd of patiënten met een sterk verminderde nierfunctie. Thiazide diuretica geven ook frequent interacties, onder andere met andere bloeddrukverlagers en middelen die vergelijkbare elektrolytstoornissen kunnen geven. Denk hier bijvoorbeeld maar aan een SSRI, een antidepressivum, die ook frequent een hyponaatchemie kunnen geven. Hier zien we uh, waar de thiazide diuretica op aangrijpen. Uh, hier zien we namelijk het tubulus systeem. Waarbij we de proximale tubulus hebben waarbij de carboanidrasie inhibitors werken, daar zullen we het niet over hebben in deze college. -geeks. De diuretica in de list van hendelen, daar zullen we in het vijfde college, deel 5 over hebben, en de thiazidediuretica diuretica, die in de distale tubulus aangrijpt. Als we kijken naar de effecten op de bloeddruk, eh, zullen we zien dat wanneer we starten met een geneesmiddel, de tiaside diuretica, de bloeddruk langzaam zal dalen echter in het lichaam spelen er verschillende processen een rol. In eerste instantie, wanneer we starten met een diuretica, zullen patiënten meer gaan uitplassen. Het diuretische effect. Na enkele weken zal dit effect echter veel minder worden. En tegelijkertijd zien we dat in eerste instantie bij het starten van de diuretica de perifere vaatweerstand juist toeneemt. Maar na enkele weken de perifere vaatweerstand significant vermindert. En tegelijkertijd dat dan weer het, het, het vochtverlies minder wordt. En op de langere termijn zien we dan ook eigenlijk dat die perifere vaatweerstand de belangrijkste reden is dat iemand een lagere bloeddruk heeft. En dus niet het diuretische effect. In de laatste categorie hebben we de alfablokkers. En in de alfablokkers kennen we onder andere de doxasocine en de tamsolucine, die u ook misschien wel herkent van een benigne prostaathypertrofie. Daarbij zien we ook dat bijvoorbeeld de beta-blokkers labetalol en cardifalol ook alfa-blokkerende eigenschappen hebben. Alpha-blokkers werken omdat ze de postsynaptische alfa-receptoren in het gladde spierweefsel blokkeren en daarmee een vasodilatatie geven. Bijwerkingen die frequent voorkomen zijn orthostatische hypotensie. Deze komen misschien wel het vaakste voor bij alfa-blokkers dan bij alle andere antihypertensieven. Daarbij zien we ook dat de patiënt duizelig wordt en eventueel een reflex-tachycardie kan krijgen. Moeheid wordt frequent uh, beschreven en ook ejaculatiestoornissen wordt in het bijzonder bij tamcicina veel, veel uh, beschreven. Als laatste zien we ook dat bij alfablokkers blokkers overgevoeligheidsreacties vaker voorkomen dan bijvoorbeeld bij andere antihypertensiva. De contra-indicaties van alfablokkers zijn met name orthostatische hypotensie. En patiënten die zo overgevoeligheidsreacties hebben, zoals bijvoorbeeld angeoideem. Alpha-blokkers interacteren daarnaast ook met andere bloeddrukverlagers en versterken het effect van deze bloeddrukverlagers. Ik hoop u in deze uh, eerste deel het een en ander te hebben verteld over de vijf groepen antihypertensiva. En ik hoop u in de volgende deel weer te uh, zien. Fijne middag!